Als ik voor de stal sta, komt hij naar me toe en geef ik hem iets eetbaars om te laten zien dat ik het goed met hem voor heb. Maar hij valt terug in een kunstje wat hij aangeleerd heeft. Hij heeft geleerd om ergens aan te likken en dan zijn beloning te ontvangen. Dat is niet normaal paardengedrag, dat is een kunstje, een trucje. Je ziet ook aan zijn onrustige manier van gedrag dat hij probeert op alle mogelijke manieren om zijn voedselbeloningje te krijgen. Maar dit is geen normaal paardengedrag. Je ziet hem likken aan iets en dan vervolgens verwachtingsvol naar mij kijken. Het trainen van kunstjes bij paarden is op zich knap, maar is natuurlijk niet bedoeld om een beter gedrag te veroorzaken. De bedoeling van kunstjes is met een paard wat zich normaal gedraagt, een paard een leuker leven te geven, leuke dingen te doen. Zie je, hij valt, dit is gek gedrag, dit is geen paardengedrag. Er is geen één paard wat aan iets likt om een voedsel te krijgen, om contact te maken. Je moet hierover nadenken, want ik beloon hem niet. Ik wil hem eigenlijk zelfs dit afleren. Ik vind dit onwenselijk gedrag. En dit is raar paardengedrag. Nou moet hij denken. Nu is hij zijn hersentjes aan het gebruiken. En hij doet nu zijn hoofd wat lager, als een soort van onderdanigheidssignaal. En ik breek nu de regels van deze trucjes. Want dit zijn geen trucjes die dit paard geholpen hebben om te komen tot normaal paardengedrag. Nu is hij weer paard en nu zie je hem kalm kijken, zoals een paard op dit moment om zich heen zou kunnen kijken. Hij snuffelt, hij mag aan mijn handen snuffelen, hij mag met me bezig zijn, maar ik doe niet aan trucjes. En je ziet op het moment dat ik de camera weghaal hoe angstig hij is. Even later haal ik hem de box uit en laat ik hem voor de boxen staan om te kunnen laten zien van waar nou eigenlijk die signalen allemaal vandaan komen en hoe je dat kan zien dat een paard nerveus is. In de eerste plaats houdt hij zich al te veel op afstand van me. Een afstand die op zich respectvol is, maar ik wil vertrouwen met hem hebben. En dat is precies wat hij gemist heeft al die tijd. Ik ga de camera wat instellen, zodat ik zijn lichaam kan laten zien. Zodat het mogelijk is om te laten zien van welke heftige reacties dit paard geeft, lichamelijk gezien. En wat voor anderen een signaal kan zijn van waar je op moet letten. Je ziet als ik met mijn hand in de buurt kom, ik raak hem nog niet eens aan, dat hij een soort verstarring heeft. Je ziet zijn rug omhoog gaan. Je ziet dat zijn, dat is helaas net niet goed te zien op het filmpje, maar je ziet dat zijn rug opbolt. En dat hij zijn buikspieren aanspant. En als ik in de buurt van zijn been kom, dan bibbert hij. Maar dit is ook een kunstje en dit is natuurlijk weer een functioneel kunstje, het hoevenkrabben. Ik gebruik dit dan ook voor hem, omdat het voor hem makkelijk is, want dit is iets wat hij geleerd heeft. En daar duikt hij weer met zijn hoofd omlaag op het moment dat ik hem nog niet eens echt aanraak, maar dat ik hem in de buurt ben met mijn handen. Het in de buurt kunnen komen van een paard wat losstaat is natuurlijk fatsoenlijk paardengedrag. Hè? Het zou niet nodig moeten zijn dat een paard zo verstart als die bij ons staat. Kijk, hier loopt hij weg. Dit zijn allemaal redenen om te wachten met welke kunstjes dan ook. En dit is een associatie met een neuservaring. Hij heeft een behoorlijke markering op zijn neus en op het moment dat je die neus aanraakt, reageert hij heftig. Nu is hij onzeker, want ik ben even weg geweest en op de achtergrond zie je Kabul, de witte. En die gaat hem aanvallen. Ik kan gelukkig Kabul met mijn stem redelijk sturen en hij stopt. Je ziet dat de grijze even omkijkt, want hij kan makkelijk achter zich kijken, hoeft alleen maar zijn hoofd te bewegen. En in zijn ogen, in de ogen van het grijze paard, ben ik nu een held en heb ik hem gered. De houding die hij nu heeft, is wat ik wil. Dit is wat ik wil bereiken. Ik wil een paard hebben wat naast me staat en wat trots kijkt, wat de wereld in kijkt en wat zelfverzekerd overkomt. Nu heb ik een helderdaad verricht in zijn ogen. Hij kijkt nog even om naar die malle witte. En nu ga ik doorlopen en ga ik hem uitnodigen om te komen. En daar komt hij. Nou, je ziet dat hij nu wat rustiger is. En ik geef hem een beloning, een voedselbeloning, omdat ik dit gedrag wil stimuleren. Met dit paard ben ik nog steeds heel erg in de basis. Niet zo lang tot hij... Hij kijkt nog een keer om waar die witte is. En omdat ik beweeg, denk ik, besluit hij dat hij misschien... Nou weet ik niet zeker wat hij gaat doen. Nee, hij blijft staan kijken. Maar
Uiteindelijk besluit hij toch wel om terug te gaan. Je ziet aan zijn staart en aan zijn houding dat hij het niet zo ziet zitten. Niet lang daarna heb ik de camera in het midden gezet en heb ik hem uitgenodigd om te komen. Je ziet dat hij dat nog steeds moeizaam doet. Hij komt wel, maar hij wijkt met zijn hoofd af. En hij is niet echt bij je. Hij wil wel, maar hij weet niet goed hoe. Ik heb het hek opengelaten, omdat dat voor mij een goede graadmeter is om te kijken wat er gebeurt. Ik heb de camera deze keer in een hoek gezet, zodat het geluid van zijn ademhaling te horen is. Ik heb gezien dat dat op andere filmpjes niet of nauwelijks overkomt. En hier klik ik hem om bij me te zijn. Klikken is natuurlijk ook een truc, maar het is een truc die voor hem werkzaam is in de zin van dat hij dan makkelijker bij me komt. Want zijn patroon is vluchten, wegrennen voor de mens. Ja, dat is wat hij geleerd heeft. Hij heeft dat respect geleerd voor mensen, dus voor mensen moet je weglopen. Dat is op zich natuurlijk ook waar, maar het is wel leuk als een paard ook fatsoenlijk om je heen kan lopen zonder hysterisch en in paniek te raken. Hier ben ik rustig met hem bezig en ik drijf hem voorwaarts. Ik ben meer naar zijn achterhand gericht, waar ik in het begin meer op zijn voorhand moest richten om hem nu eerder te laten stappen. Het extreme stormen doet hij al niet meer. En ik probeer langzaam maar zeker mijn signalen te instrueren, zoals in dit geval met signaal van als ik mijn hand omhoog doe, dan wil ik graag dat je komt. Het is een truc die bij dit paard misschien werkt en die ik moet installeren. Ik vind het zelf handige trucs, omdat een paard dan jou leert kennen als mens. En je ziet dat ik zo stil mogelijk, op het moment dat ik met mijn hand ga wiebelen en mijn hand naar hem uitsteek, kan ik hem makkelijker naar me toe halen. En helaas is dat niet te zien, maar vermoedelijk is hij nu aan het komen. Ja hoor, daar is hij. En ik klik en geef hem zijn beloning, omdat ik dit gedrag wil stimuleren. Dit is normaal paardengedrag en dit is wat veel mensen waarschijnlijk al met hun paard al lang kunnen. Blijf goed bedenken dat dit is een beschadigd dier. Dit dier heeft ervaring. Het dier is heel veel opgejaagd en opgejaagd. Het aanraken van zijn hoofd geeft ook nog steeds wat problemen. Hij is daar nog niet zeker van. Hoewel hij vandaag, kijk maar naar zijn gezicht, een goede dag heeft. Het is mooi weer, dat scheelt ook. Het is een gevoelig paard, heeft daar ook veel last van. Hier verstart hij weer een beetje raar. Een gevoelig paard zal reageren op storm, op wind, op zon, op windstilheid, etc. Omdat alle zintuigen van deze paarden extra geprikkeld worden. En mijn taak is om te zorgen dat zijn zintuig van sociale vaardigheden, want een paard is een sociaal dier, dat vandaag zijn sociale vaardigheid extra geprikkeld wordt. En dat ik hem vertel dat ik het goed met hem voor heb. Dat is wat je doet met het contact maken, met het op een kalme manier contact maken, gewoon eigenlijk niks bijzonders doen en tegelijkertijd heel veel doen door het paard langzaam stapje voor stapje terug te brengen in wat oorspronkelijk paardengedrag is. En oorspronkelijk paardengedrag is sociaal gedrag, is contact willen maken met mensen, met andere paarden. Hier zie je dat hij terugdeinst voor de aanraking op zijn hoofd. Nou is het ook zo dat als een paard, als je tussen de ogen van het paard met je hand komt, dan ziet hij het van heel dichtbij en dat vindt hij griezelig. Laten snuffelen, laten ruiken zijn voor paarden heel belangrijke signalen om contact te maken. Ze ruiken aan de ander, aan elkaar. Paarden hebben natuurlijk geen gebruik van hun voorbenen. Ze ruiken aan elkaar om te bepalen of ze contact maken. En hier beloon ik hem voor zijn vriendelijkheid, voor het bij me blijven met een klikje. En een voedselbeloning. Dat klikken is niet op zich niet mijn favoriete training, maar met dit paard was het een manier om hem bij me te houden. En dat is veel belangrijker dan je eigen trainingsmethode. Hier zie je aan zijn staart die hij scheef houdt, want zo loopt hij niet van zichzelf. Dat scheef houdt dat er spanning is. En die spanning die moet eerst weg zijn voordat ik überhaupt kan gaan denken aan oké, we gaan echt trainen. Door het loswerken, door eerst veel met hem los te werken, leer ik hem dat ik betrouwbaar ben en dat ik geen gekke dingen doe. Ik heb de ene keer wel een zweep bij me, de andere keer niet een zweep bij me. En zo wissel ik dat af, zodat ik steeds meer zekerheid aan hem kan geven dat er geen enge dingen gebeuren. En het hek is open, omdat dat goed te zien is, maar het hek hou ik open om voor mezelf en voor hem ook te controleren van hier zie je dat er te veel spanning
controleren of ik hem niet te angstig maak. Want dat moet ik zien te voorkomen. Hier is een moment van, ik weet niet meer goed wat ik moet doen. Maar goed, het is netjes en het is leuk voor mij en voor hem dat hij niet het hek uitrent. Hier geef ik weer het commando. Mijn hand omhoog in de hoop dat dat straks een commando gaat zijn om bij me te komen. Over het algemeen vindt hij dat nog steeds spannend. En stapje voor stapje, met veel geduld, met veel tijd, als hij dat kan krijgen, met veel tijd komen we er wel. En ik zoek ook wel zijn favoriete hoeken op. Hè. Deze hoeken zijn de hoeken waar hij stil komt te staan. Nou zal ik mijn mond even houden. Luister naar de ademhaling en zijn heftige reactie op iets te veel druk. Nou, dat is een psychologische schade, dat is een patroon dat hij geleerd heeft en dat wil ik doorbreken. En als een paard zelfstandig zijn oplossingen bedenkt, is het patroon beter doorbroken. Nou is hij wel erg spannend. En nou vliegt hij er ook uit en dat kan ik begrijpen. Dan is het, als hij het zelf kan bedenken, een kabel op de achtergrond wil zich er ook mee bemoeien. Als je patroon zelf kan bedenken, is het dus sterker en krachtiger dan dat ik hem dwing tot iets. Ja, hij kiest ook nu om zelf terug te komen. Ik doe weer mijn hand omhoog. Dit is het begin van een signaal. Dit is iets wat ik graag doe op die manier. Mijn hand omhoog betekent komen. En ik beloon hem. Ik vertel hem dat ik blij ben dat hij op deze manier bij me komt. Bij dit paard moet ik heel voorzichtig zijn. En ik weet dat er mensen zijn die zeggen van ja, maar je moet je gewoon kunnen bewegen in de buurt van een paard. Dat is zonder meer waar. Maar een paard wat ervaring heeft met dat bewegen, daar moet je voorzichtig zijn. Je moet hem niet banger maken dan dat hij al is. Als de spanning opgelopen is, zie je ook dat zijn staart heftiger is en ook zijn manier van stoppen heftiger is. Hij blijft nog wel binnen, maar de spanning is flink hoog. Nu moet ik hem gaan remmen. Nu moet ik voorzichtig, ik hou mijn hand in mijn zak om te voorkomen dat ik hem te veel zou jagen. Nu moet ik hem gaan afremmen. Dus ik wil eventjes een zetje extra geven om te zeggen van ik heb de controle. Dan kan ik dat leuk zeggen met mijn illusie, maar hij moet het natuurlijk ook wel echt doen. Als ik stil blijf staan, kan ik hem kalmeren. En ik praat veel tegen hem. Luister maar naar zijn ademhaling. Bang zijn kost veel energie en daar krijg je het en warm van en het kost heel veel energie, dus vandaar het gehijg. En het is mijn taak om hem daarvan te overtuigen. Je moet ook nog eens jezelf zeer bewust zijn van wie je bent. Ben je zelf een krachtig persoon, dan moet je daar ook mee opletten. Ben je zelf een kalmer persoon, heeft dat ook weer zijn effect. Waarom ik dit doe is me niet duidelijk, maar ik denk dat ik de leiding over wil nemen en de spanning wil verhogen. Ik hoor het mezelf wel zeggen. Ik wil hem eventjes de kracht geven van, daar ben ik het niet mee eens. En als hij stilstaat, ruis ik hem met mijn stem. Om zo vriendelijk mogelijk te zeggen dat ik tevreden ben over wat hij doet. Boos zijn heeft geen enkele functie namelijk. De bedoeling is dat ik het paard ga sturen in het wenselijke gedrag. En dat is wat ik hier doe. Stapje voor stapje werken we aan een toekomst die voor hem aangenaam is.